Dames en heren, dit is mijn lieve kat Alfie. Alfie, heb je wat te zeggen? Heel dapper van je. Hij is oranje met licht oranje en donker oranje strepen erop. En een beetje wit onder zijn kini en witte snorharen. Daar zit ook een beetje zwart op. En zijn neusje is een beetje roodachtig. Ik vind hem prachtig. En hij is ook heel lekker zacht. Of iets groots, de hobby is pinnen. Hij kan heel hoog springen. Op zijn poten staan, zo. En sprongetjes maken. Hij denkt ook wel eens uit de modderplas of daarvan en andere plekken. Hij drinkt ook af en toe in de wc. Hij gaat af en toe met de buurpoes vechten. Nou ja, echt vechten, dat doet hij niet. Hij vindt het leuk om andere poes te besluipen. Dat vindt hij heel spannend. Hij komt van de poesboot vandaan. Een soort van huis in het water met allemaal poesen. Als mensen komen voor de kat, dan kunnen ze de katten in de kooien kunnen ze adopteren. De katten die loslopen, er zijn katten die hier blijven. Die worden niet door mensen geadopteerd om mee naar huis te nemen, maar die kunnen wel financieel geadopteerd worden. Deze katten zijn niet geschikt om aan mensen te geven voor in huis te hebben. In deze hokken worden katten gehuisvest. Waar we een huisje voor zoeken, waar we mensen dus voor zoeken. Hier zit dus... Dit is het hoek van Alvin, waar Alvin heeft gezeten. Er zit nu Liesje, kijk eens hoe lief ze is. Ik herinner me Alvin nog wel als een mooie rode kater. Maar de anderen doen hier, de verzorgende poezen maken de hokken schoon. Die hebben eigenlijk meer weet van de poezen dan ik. Er komen natuurlijk heel veel katten hier voorbij, dus het is niet dat ik elke kat nog helemaal precies bijsta. Maar ik herinner me wel gewoon een beetje van de naam en dat hij wat wangig was in het begin. Ja, dat hij een beetje wegkroop in een hoekje. Ik weet wel dat het geen agressieve kat was, dus het was gewoon puur uit angst en gewoon een beetje teruggetrokken zijn. Sommige katten die zijn nog extreem, die zijn echt boos of echt helemaal gestrest. Dus het viel eigenlijk nog wel mee in die zin. Ik heb hier het contract van toen Alvin bij ons binnenkwam. Hij is door de SAS gevonden in Geuzeveld. Het is op 18 april dat hij bij ons binnengekomen. Hij is gecastreerd door ons. En wanneer hij geplaatst is, op 16 mei.
used to being outside, we don't put him in a smaller pond. Toen Alfie net van de poeserboot kwam, toen ging hij meteen onder het bed. En toen was hij heel bang en toen ging hij met van die groene ogen zo gloeien, weet je wel. Mijn groene ogen. Achter de printer, onder mijn bed, in zijn torentje. Het was eigenlijk heel vaak te verstoppen. Hij ging plassen en zo. Daar ging op mijn bed plassen. Toen ging papa hem gewoon optillen. En toen krabde Alfie zijn hand. En toen moest ik met hem mee naar de dokter. Hij gaat soms in iemand anders tuin en hij gaat ook vaak op pad. Het is echt een hele lieve kat. Soms gaat hij op jacht en vangt hij een muis of zo. Eén keer heeft hij ook een vogeltje gevangen, maar die was toen al dood. Eigenlijk vangt hij de laatste tijd niks meer. Hij is echt veel rustiger geworden. Hey, Alfie. Toen we steeds gingen aaien en toen vond hij ons steeds aardiger. Het is heel gezellig. Alfie komt altijd op mijn bed. Kijk eens hoe lief. Zo. En het voelt net alsof hij hier thuis is. Als Alfie een man was, dan zal ik met hem willen trouwen. Zo lief vind ik hem.